Hoi, ik ben Arthur Krijgsman, meester Arthur, en in deze kennisclip ga ik je laten zien hoe jij zelf een bootje kan vouwen van een papier. Ik gebruik zelf van de Action Kids Creative, het is gewoon een A4'tje. En daar pak ik er één van. Dit is voor mij onder, dit is voor mij boven. Dit is voor mij links en dit is voor mij rechts. Als je me af en toe dat hoort zeggen, weet je nu wat ik bedoel. Ik pak deze twee punten en ik vouw hem helemaal naar de andere kant. Precies op de puntjes van de andere kant. En dan vouw ik hier een hele mooie rechte lijn. En dit laat ik zo. Vervolgens pak ik deze kant, de rechterkant voor mij, en helemaal naar de linkerkant weer. Precies op de punten. En ik vouw aan de rechterkant hier een goede lijn, maar deze vouw ik weer open. En hier moet je deze lijn nu even in de gaten houden, want dit gedeelte komt hier op. Kijk maar. Ik vouw hem, pak hem hier bij de punt, en zo tegen die lijn aan, zodat je hier wederom een goede vouw kan maken, en zodat hij hier op die lijn zit. En aan de andere kant doe ik hetzelfde. Dus van links naar het midden. Ook weer zorgen voor goede vouwen. Dat is vaak belangrijker in het vouwen dan het vouwen zelf, dat je een goede vouw hebt. Nu heb ik deze driehoek aan de onderkant en ik draai hem even half om, zodat ik de rechterkant naar mijzelf toe heb liggen. En dan pak ik het bovenste velletje en die vouw ik precies helemaal zo naar de andere kant. En ik maak er weer een goede vouw in. Je ziet het, ik heb hier aan de onderkant van die driehoeken, daar zit de vouw van dit rechthoek. Nu draai ik hem om en dan vouw ik ook deze onderkant weer precies gelijk aan die andere. Zodat de puntjes hier en hier ook op elkaar komen. Nu is het een hoedje en kan ik hem opzetten. Als hoedje. Ik hoop dat je hem ziet, want mijn achtergrond is ook groen. Maar ja, we zijn geen hoedje aan het vouwen. We zijn een bootje aan het vouwen. Nu komt de truc. Als je hem hier zo ziet, dan kan je hem zo openvouwen. Openvouwen, openvouwen, openvouwen. Helemaal door. En dan dit flapje doe je hieronder. En dit flapje doe je hieronder. En dan heb je een vierkant. Dus nu heb je een vierkant. De open kant doe ik nu naar mezelf toe, naar onder. En ik vouw hem één keer helemaal naar de andere kant. Dus deze punt gaat naar de andere punt. Zo, dan krijg je die. Dan draai ik hem helemaal om. En dan vouw ik hem nog een keer, diezelfde vouw, alleen dan aan de andere kant. En ik maak er weer een goede vouw in. En nu hou ik dit driehoekje over. Wederom heeft dit driehoekje ook een binnenkant. Hier. Daar kan ik hem nu zo vouwen, weer hetzelfde eigenlijk als net. En dan hou ik weer een vierkantje over. Wat ik dan zelf altijd nog even doe, is even voorvouwen. Want nu is het bootje al bijna klaar. Maar het is handig om deze vouw even een beetje goed erin te frommelen. En weer terug te draaien. En dan ook aan de andere kant even die vouw een klein beetje erin te frommelen. En weer terug te vouwen. Als ik hem nu zo hou en ik trek aan deze twee flapjes, dan gaat de rest omhoog. Omdat ik net goed heb voorgevouwen, is het eigenlijk al bijna klaar. En heb ik één bootje gevouwen. De grote vraag die ik altijd krijg van kinderen, kan die ook varen? Ja, hij kan varen, maar helaas niet zo lang. Want papier zuigt het water op. En zodra die hier verzadigd is met water, dan zinkt het bootje. Dus mocht je hem echt willen laten drijven, dan zou je hem daarna dus nog moeten bestikkeren met plastic bijvoorbeeld. Dat houdt het water een beetje tegen. Of gaan lakken. Of op een andere manier waterbestendig maken. En dan kan die natuurlijk wel varen. Ik hoop dat je wat had aan dit filmpje. Einde van deze vlog. Tot de volgende vlog. Doei! Vond je dit nou een leuk filmpje? Geef dan een like
Heb je tips of trucs voor mij? Mail me dan op mail@meesterarthur.nl. Oh ja, je kan ook op mijn kanaal abonneren als je meer van dit soort video's wilt zien.